Het begin is voor Excelsior Maassluis op Sportpark goed genoeg met de eerste grote kans voor de bezoekers. En het is wel een hele grote kans. Had er gerust ingemogen. Kevin Fink krijgt het voor elkaar om de bal over te schieten. Dat wordt op die manier natuurlijk geen lekkere zomer. Als dit een van je laatste acties voor de zomerstop is. Grootfaam. De overtreding is stevig op Edip Biberoglu en de vrije trap terecht te geven door Alex Bos. Het valt mee met de pijn bij Biberoglu, want die neemt de vrije trap zelf en die legt hem er ook in. Mooie vrije trap, Edip Biberoglu met de voorsprong voor AFC. Eerder dit seizoen 1-1, een wedstrijd ook met twee rode kaarten voor AFC. Toen de openingsfase vooral heel spectaculair, want die 1-1 stond al binnen 10 minuten op het bord. Excelsior Maassluis dus goed begonnen aan de wedstrijd, maar wel op achterstand. Op jacht naar de gelijkmaker geven ze toch wel wat ruimte weg. Hier is Jesse. Die komt er net niet langs. En de rebound is net niet besteed aan Van Solingen. Matthijs Jesse, de clubtopscorer, met de eerste grote kans. En daarna Glenn Van Solingen. Dat was het wat betreft de eerste helft die weinig spectaculair was. Het is ook wel wat je een beetje kan verwachten natuurlijk. Bij twee ploegen die uiteindelijk nergens meer voor strijden. De opluchting groot bij AFC. Dat ze nu veilig zijn. De eerste kans van de tweede helft is weer voor Excelsior Maassluis. Invaller Lopez. Ook van dichtbij, maar ook over. Al was de kans minder groot dan Fink in de eerste helft kreeg. Slordig. Hier is Matthijs Jessen. Voorzet is goed. Hij bereikt net de spits niet. Slim balletje. Koelan legt hem terug. En daar is Biberoglu. En dan is het wel raak. 2-0 AFC. Tweede treffer van Biberoglu. En dan ga je uiteraard het publiek in. Goed gedaan in eerste instantie door Jessen. Slim terugleggen van Koelan. En heel beheerst afgemaakt. Geen kans voor Jean-Paul van Leeuwen. De doelman van Excelsior Maassluis. Kampioen natuurlijk van vorig jaar. In dat opzicht is misschien dit is een iets wat teleurstellend seizoen geweest. Voor de ploeg van Rijsdijk. Hier is wel de aansluitingstreffer. Mooi doelpunt. Kruithof scoort. Fraaie aanval. Kruithof. Een van de invallers bij Excelsior Maassluis met een andere invaller, Lopez. De combinatie. En heel goed afgemaakt door Stefan Kruithof. Zo is de tweede helft zeer vermakelijk. Hier is Grootfaam. De rechtsbuiten krijgt de bal bij Biberoglu. En die krijgt de strafschop. Misschien wat makkelijk. Veel dreiging gaat er de hele wedstrijd al uit van Grootfaam. Sowieso heeft AFC natuurlijk veel goede rechtsbuitens in de club rondlopen. Hier is Biberoglu en hij maakt zijn derde. Zo wint AFC met 3-1 en gaat vooral Edip Biberoglu heerlijk de zomer in.